Deze ga ik proberen vandaag ook even af te drukken. Ik weet niet of het gaat lukken, want ik heb echt heel veel te doen. Ik leg hem voorlopig even hier neer. Hier begint al aardig wat boekbindgereedschap te staan. Dus het hele grafische atelier heeft weer een slag uitbreiding gekregen. Maar heel veel tijd heb ik daar niet voor, want die muur moet af. Ik moet verf gaan halen, de zaak afschilderen en het portretje van Kim Jong-un wil ik vandaag ook nog afschilderen. Maar ik heb ook nog wat anders te doen. Ik moet echt vandaag een begin maken aan het zagen van mijn stookhout. En zo heb je in no time een hele berg hakhout of zaaghout. Dat moet nou even nog gehakt worden. Kijk, het begin is er. De eerste lading stookhout voor de winter ligt alweer klaar. Maar ik ben weer veel te veel bezig met hout hakken. Ik wil het allemaal graag gedaan hebben. Maar ik ben hier al keimoe. Het is alweer laat op de middag. Ik kom niet toe tot de dingen die ik wilde doen. Dus dat ga ik nou eerst eventjes pauzeren. En daarna ga ik even besluiten wat ik ga doen. Schilderen aan de muren of schilderen aan Kim Jong-un. Ik denk dat het laatste belangrijker is. Het is klaar. Die stapel hout die is weg. Die ligt niet daar. En nog een gedeelte hier. En vanavond ga ik verder werken aan het portretje van Kim Jong-un. En daarom sluit ik nu even het filmpje af. En morgen gaan we weer vrolijk verder.